vandaag is voor mij een primeur. Ik ga met deze motorfiets, de Enerica, ga ik naar de technische keuring. In België moet je sinds dit jaar, 2023, januari, moet je motorfietsen als je een accident hebt, moet je naar de keuring gaan. Ik heb vroeger met de RT heb ik een accident gehad en toen heb ik een check-up laten uitvoeren bij de BMW-verdeler. Of als je tweedehands verkoopt en deze is verkocht. Dus morgens vroeg, dat is nog een voordeel van elektrisch. Je maakt geen lawaai, of zo goed als geen lawaai als je 's morgens vroeg vertrekt. Ah ja. Mijn wielen zitten erop, mijn nieuwe wielen. Maar vandaag in deze, dat is naar de keuring. Op zich, ik vind dat er niet zoveel info online staat. Het is eigenlijk zo goed als origineel. Er is heel weinig aan aangepast. Ze gaan volgens mij gewoon in orde zijn. Ik denk dat ze dingen gaan checken zoals de verlichting, werkt de verlichting, werken de richtingaanwijzers. En dat doen ze. Ik denk dat voor veel mensen misschien een probleem... Ja, remlicht natuurlijk ook. Is ook in orde. Ik denk dat voor veel mensen mogelijk een probleem zou kunnen zijn. Zo'n tilt-ID is een populaire upgrade. Maar dan moet je natuurlijk zien dat je dat lichtje bewaart. Hè. Dus dat je nummerplaat nog verlicht is, maar dat is bij mij het geval. Ja, en dan gaat, voor de rest gaat het denk ik over remmen gaan. Maar dat zijn Brembo-remmen, die zijn in orde. Er zit druk op. Alles is in orde bij die remmen. En wat dat waarschijnlijk ook bij veel mensen mogelijk een probleem kan zijn, is de uitlaat. Maar ik hier, het is elektrisch, er is zelf geen uitlaat. Dus uitlaatgeluid kan ook geen probleem zijn. Maar kijk, ik ga één ding ga ik meedoen. Wat is dat? Amai, dat is nog een dikke. Een Hex. M10 of zo. Oké, nee. M6. Ik heb een klein beetje overdreven. Wel goede gewoonte. Mijn wielen zitten er dus op. Ik zal het nog wel een keer afzonderlijk filmen ook. Maar ik vind wel dat die auto helemaal transformeert. Hè. Ik heb ook wel gemerkt, ik ga nog moeten kijken hoe hard ze moeten staan. Ze staan op 3 bar. Dat is al veel. Maar je merkt ook wel als je rijdt dat hij een pak harder rijdt nu. Die meedoen. En dan zo zijn we al in Brakel. Brakel is iets van 10, 11 kilometer. Een goede 10 kilometer rijden voor mij. Kwartierken is dat. Ja, ik denk dat die klok hier op dashboard 13 graden is blijven. Maar ik denk dat die klok op dashboard niet juist staat. Ik ben er nog nooit geweest in die keuring. Mijn vriendin wel, die komt soms hier in Vlaanderen voor de keuring. Ik ga meestal in Wallonië. Ik heb hier toch nooit niet veel uit te leggen. Het is hier op het industrieterrein, als ik het goed gezien heb op Google Maps. Ja, waarschijnlijk staat dat daar ook op die borden uit. Ah, daar is wat. Merci. Voilà, en ondertussen ben ik terug in mijn garage. Ik ben blij dat ik heel huis teruggeraakt ben. Inspectie is gebeurd. Er is eigenlijk niet zo... Ja, er waren niet echt veel... Er was één iets met de remmen. Ze hebben eigenlijk alles heel grondig bekeken. Met de remmen was er even... hebben ze mij gewoon geïnformeerd dat er niet zoveel profiel niet meer op de remblokjes zit. Dus dat hebben ze mij laten weten. Maar voor de rest, alles is in orde, alles gekeurd. Ik ben vooral blij dat ik thuis geraakt ben, dat ik niet gevallen ben, dat ik nergens tegenaan gereden ben.
dat ik hem zo kan. Ik ga hem hier nu de badges terug over. Ik ga hem hier laten staan totdat de nieuwe eigenaar hem komt ophalen. Ik ga er niet meer aankomen. Dan kan ik ook niks meer verkeerd doen. Qua papieren, ja, dus hoe is dat gegaan? Ik moest mijn uitnodiging voorleggen. Dat is gewoon een print van de mail dat je krijgt als je je reservatie maakt. Je kentekenbewijs, deel 1, deel 2, zoals bij auto's, dat moest ik voorleggen. En dan het COC-document. Dus vanaf een bepaald jaar, is 2010 of zo, hebben alle motorfietsen ook een COC-document. En dan heb ik een ruil gekregen van hen. Dus ja, het was blijkbaar. Dus op de website staat 48,10 € of zoiets. Ik heb 53 € moeten betalen, want je krijgt dan, als alles in orde is, krijg je een keuringsattest. Er is nog niks in de zin van kaartpas, dat is zo de kilometerstanden. Waarschijnlijk staat dat wel op die attesten ook dan. Het is echt wel een controle daar op dat moment van hoe dat de technische staat is van de motorfiets. En het belangrijkste is, als je buiten komt, krijg je ook, als alles in orde is, zo een roos formulier. Dat je ook bij een nieuwe auto krijgt. De aanvraag tot inschrijving is dat. En dat heeft de nieuwe eigenaar, heeft dus dat document samen met mijn kentekenbewijs, heeft hij dan nodig om deze. Misschien heeft hij mijn kentekenbewijs zelf niet meer nodig, nu, omdat hij die aanvraag tot inschrijving heeft. Die kan daarmee dus de motorfiets op zijn naam inschrijven. En we hebben het zo geregeld onderling, hij is komen kijken, we hebben het contract getekend, overeenkomst. Dan heeft hij de helft betaald. Heb ik de keuring nog uitgevoerd voor hem? Omdat, ja, in principe, het is gewoon gemakkelijk omdat je dan. Ik kan dan zijn nummerplaat aanvragen. Ik kan hij tot hier komen met zijn nummerplaat die erop zetten en zo naar huis rijden. En voordat hij dat doet, gaat hij dan nog de tweede helft ook betalen. Dus hij gaat in twee keer betalen. En ja, wat dan ze dus gedaan hebben, want ik was niet helemaal zeker wat doen. Dus wat gebeurt er met uw inschrijving, uw kentekenbewijs? Dat is nu nog maar 2 maanden geldig. Dus op het moment als je daar buiten komt, moet dat aftekenen. De datum dat je daar gepresenteerd hebt voor keuring en ze knippen zo'n stempel die in haartjes een patroon knipt met daar staat dan op geldig tot 2 maanden in de toekomst. Dus bij mij is dat nu 24, tot 24 december is de motorfiets nog ingeschreven en geldig gekeurd op mijn naam. En de nieuwe eigenaar moet dus voor die datum de inschrijving regelen. Maar die gaat dat direct doen, hè, want die kan dan zijn motorfiets komen ophalen.